De tijd van het oogsten, de tijd dat die enorme landbouwwerktuigen door heel Limburg rijden om de oogst binnen te halen. Maar op die joekels, want ik vind het nogal imposante machines, zitten natuurlijk ook gewone, stoere Limburgse mannen. En wij gaan vandaag op stap met een heerlijke vrijgezel uit Heidhuizen, Jan Rijks. Hij woont nog met zijn moeder althans. Mijn moeder woont aan de ene kant. En Jan woont aan de andere kant. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen. Ik weet niet of jij je boterhammen van je moeder meekrijgt. Ja, normaal wel. Ja, nou ik heb het ook met kalfspastei, hou je daarvan? Boerenkaas? Prima, prima. Spiekeltjesworst? Ja, dat komt allemaal goed. Zullen we dan gewoon gaan? Ja, prima. Voordeur, achterdeur? Ik ga door de achterdeur als je het goed vindt. Dan zie ik jou bij de achterdeur. Oké. Dank je. Oh, dit lukt me wel. Hopza. Goedemorgen. Eerst koffie. Iedereen al aan de koffie? Goedemorgen. De grote baas. Oeps. Nou, er gaat de koffie. Hakselen. Maishakselen. Master Silicus. Perceel bij Piet Koning. Onderfolie meenemen, Peter. En Johan en Giel. Dat blijft bij dat perceel. Maar leg maar dat eens uit. Jullie krijgen nu een briefje. Ja. En het ziet er wel heel schattig uit, hè? Een liefdevol briefje. We gaan mais hakselen bij Marcel Silicons. Ja. 4,5 hectare perceel. Bij Piet. Piet Koolen, aan de kant van Piet Koolen, die heeft meerdere percelen, dus ja. We hebben het goede perceel hebben. En dan moet hij nog onderfolie meenemen. Dus die kuil, als die klaar is, wordt die afgedekt met plastic. Het is voor mij iets heel nieuws, hè? Een loonwerkbedrijf. Nou, iedereen ziet die grote machines zo een paar keer per jaar. Machines, gevaarten zijn het gewoon. Ja. De weg op gaan en tot 's avonds laat zie je dan die enorme lampen branden. Maar het is een corporatie. Wat is de functie van het bedrijf? De corporatie is ontstaan na de oorlog met het Marshallplan. Er zijn er dus groepen boeren hebben samen een machine gekregen en die moeten ze samen benutten. Het is een van de weinige bedrijven waar ik over zijn gebleven na die oorlog. Wat dus nu een gewoon coöperatief loonbedrijf zijn. Er zijn 100 leden, die kiezen een bestuur. Het bestuur kiest weer een bedrijfsleider. En het bedrijfsleider samen met het personeel doen het werk. Dus dat betekent dat alles wat er is, is eigendom van de boeren. Die machines die zijn gewoon mega duur. Daar kun je huizen van kopen. Is dat dan nog wel te doen? Een machine kost misschien wel, weet ik wat, 2 ton, 2,5 ton? Deze kost rond de 300.000 euro. Hey, wij gaan beginnen. Dit is alles wat je meekrijgt. Ja. De rest is aan jou. Ben ik veilig bij hem? Ja, je bent veilig bij hem, ja. Nou, dit is ook al een... Deze gaat ook mee, hè? Die gaat mee. Die gaat voor transport zorgen, dus... Wij gaan hakselen, ja. Dan gaat het hier in en dan rijden we naar de boer. Ja, die rijdt het naar de boer toe. Dan wordt het dan uiteindelijk aangereden door een loder. Jezus, gaan we hierin? Daar gaan we mee niet werken. Oh, dat vind ik wel heftig, hoor. Nou, kom maar mee naar boven dan. Nou... Oh. Hallo. Hallo. Dit is het voer wat jij zelf verbouwt voor jouw koeien. Ja, hoeveel koeien heb je dan? Ik heb rond de 80 koeien. Maar dan is dit dus niet genoeg? Nee, dat komt er later. Dit is ook een heel vroeg gras. Ja? Waardoor ik ook eerder aan het hakselen ben, wat dat betreft. Hoeveel kilo moet er vanaf komen?
Nou, voldoende. 3 wagens per hectare. Maar dat ik zal, heb het gezien op zijn ingenieurse rekenmachine. Ja, ja. Ze gaan het hem al vertellen, of niet? Of vertellen we dat straks? Dat vertellen we straks. Straks ja. Bij de fly vertellen wij hoeveel er van je land afgekomen is. En dan zeggen wij... Dan ben ik benieuwd. De boer en boerin ploegen er nog even voort. Ik heb eigenlijk wel heel erg veel zin in een bakje koffie. Het komt wel niet zo vaak meer voor dat we in het veld koffie mee krijgen. Is dat ouderwets? Voor de meesten wel, ja? Denk ik. Ja. Ben jij een beetje ouderwetse jongen? In sommige opzichten wel, denk ik. Ja, zoals? Eerst afmaken waar je mee bezig bent geweest. Dat komt toch nooit aan jezelf toe? Nou, waarom niet? Ja? Tuurlijk wel. Maar ja, wat is jezelf? Nou, bijvoorbeeld trouwen. Ja. Relatie? Nee. Kinderen? Heb je niet? Nee. Is het een bewuste keuze? Gedeeltelijk wel, denk ik. Mm-hmm. Maar gedeeltelijk misschien ook niet, maar wie weet wat nog op het pad komt. Ja? Ja, natuurlijk. Oké. Okay. Je weet het nooit. Het is er gewoon niet van gekomen en toen ben jij, want je komt uit een groot gezin, hè? Ja, ik ben ook de enige die uiteindelijk niet getrouwd is. Of niet getrouwd geweest is, laat ik het zo zeggen. Van allemaal. Hoe oud was je toen je voor het eerst... Ja, dit is al niet meer een tractor te noemen, hè. Dit is een Mad Max voertuig. Maar gewoon de doorsnee tractor. Hoe oud was je toen? Ik denk 10 jaar. Precies weet ik het natuurlijk niet. Want ja, voor die tijd reed je nog altijd mee. Dan komt er gewoon een tijd van ja, opstappen en laat gaan. Dat ding. Of hij loopt en laat me gaan. Maar met wie reed je dan mee? Met een veehouder bij ons in de buurt. En daar was ik dan eigenlijk dagelijks. Daar ging ik vaak voor school nog naartoe. Even kijken of alles in orde was en alles goed is. En dan na school ging je er ook naartoe. Hé, hey, een geschiedenis. En dat typeert jou toch ook een beetje in een heel klein groen boekje. De opbouw van de tractors, de machines, de hakselmachines waar je ooit in hebt gezeten. En het is zo schattig en ik weet niet of je het zelf door hebt. Maar je staat zelf nergens op. Nee, dat klopt. Je ziet alleen maar machines en dat is jouw leven. Allemaal machines. Ja, ik was eigenlijk de enige die van vroeger af bij het bedrijf foto's maakte. Ja. Dus alle machines waar ik op zat, daar zijn geen foto's van. Niemand maakte er. Maar moet je hiervoor leren? Hoe leer je zo'n ding nou besturen? In feite zou je er niet voor hoeven te leren. Boven de 18 jaar op dit moment kan iedereen met zo'n machine rondrijden. Ja, dan ga ik het toch gewoon even lekker zelf of zo? Ja, zou het allemaal kunnen. Mag dat? Dat zou het allemaal mogen. Oh. Die gele punt in het midden van die 2 rijen blijven. Oké, gele punt in het midden van de 2 rijen. Goed gedaan! Jazeker, dat je. Dus kijk eens achterom. Zullen wij je nou ongeveer vertellen hoeveel het is? We hebben het in de auto uitgerekend. 13 wagens. Dus het zijn 520 kuub. Dat is goed, toch? Ja, dat is goed. Ja, hè? Dus dat hebben wij goed gedaan. Ja, dat hebben jullie perfect gedaan. Ja, dat is helemaal niet waar, want we hebben een heel team. En jullie gaan dit nu... Ja, Peter gaat het... Wat gaan jullie nu doen? Aanrijden? Met elkaar doen, dat proberen we als mogelijk aan te rijden. Oké, aanrijden en daarna hebben wij fly mannen. Dus als je nou een beetje doorwerkt...
such a love child. And every man in this place would love to be in her space. Ja. Moeten die mannen wel een beetje doorwerken? Voor de fly. Ja, is 3 meter te kort. 3 meter te kort? Ja. Doe even lekker. Te veel opbrengst. Kan ook, hè? Serieus? Is er echt 3 meter ja, te kort? Daar is hij. Hij is achter dus. Nou, stukje aanmaken, hè. Zal niet anders zijn. Nou, dan sta je dan met je doos met fly voor het heugelijke moment. 3 meter te kort. Net boven de poek. Boer Marcel. Meter of 3.